Nederland heeft er nu wel een joekel van een probleem bij. Want al jaren vluchten er Venezolaanse burgers naar Aruba en naar Curaçao. Al jaren sluiten de eilanden die mensen op om ze vervolgens zonder verdere plichtplegingen terug te sturen. Weg ermee, gelukzoekers zijn het op zoek naar eten en medische zorg. Het zijn wat je noemt economische vluchtelingen. En al jaren zegt Nederland, Aruba en Curaçao, dat zijn zelfstandige landen binnen ons koninkrijk. Dit is niet onze zaak. Maar in haar ijver om mee te spelen met de grote jongens heeft ook de Nederlandse regering inmiddels de uitdager Juan Guaidó erkend als leider van Venezuela. Waarmee Nederland expliciet erkent dat al die mensen die in bootjes stappen dat met een verdomd goede reden doen. Ze ontvluchten een regime dat kennelijk zo ondeugdelijk en onrechtmatig ook is dat wij ons ervan hebben afgekeerd. Het zijn dus politieke vluchtelingen. En die mag je niet zomaar terugzwiepen naar een onveilig land. Dat Aruba en Curaçao dit toch blijven doen, is een flagrante schending van fundamentele rechten. Is Nederland er nou verantwoordelijk voor? Jazeker, zeggen experts in internationaal recht. Jazeker, zegt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Jazeker, zeggen kenners van het statuut waarin de verhoudingen binnen het Koninkrijk geregeld zijn. Want Curaçao en Aruba mogen dan wel autonome landen zijn. Nederland is verplicht in te grijpen wanneer fundamentele rechten in het geding zijn. Nieuwsuur takelde afgelopen donderdag een vertrouwelijke notitie boven water, waarin dit ook door het ministerie in Den Haag onderkend wordt. Inmiddels heeft staatssecretaris Knop zuinigjes assistentie in de vreemdelingenketen toegezegd op de eilanden. Het is een nogal magere opvatting van de verantwoordelijkheid. Want aan te royale hulp moeten ze in Den Haag niet denken. Straks vertelt het zich rond in Caracas dat je als vluchteling netjes behandeld wordt op Aruba en Curaçao en dat je daar een keurige procedure krijgt. Nee, fatsoenlijke opvang, te fatsoenlijke opvang, dat zuigt maar aan. Dat moeten we niet willen. En hoewel de grenzen met Venezuela officieel gesloten zijn, gaan de uitzettingen gewoon door. Zo hoorde ik dit weekend nog van bronnen op Curaçao. En zo duurt de schande voort.